Holy crap, wat een beest, jongen. Yo, Nintendo fans en yo, Rikachu Army. Wil jij ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden. En we zijn bijna bij de 25.000 abonnees, jongens. 25.000. Ik wil dat halen. Druk. En dan ga ik nu lekker Pokémon spelen. De vraag van vandaag is, welke Pokémon mis je echt in Pokémon Sword and Shield? Waarvan denk je nou echt van, nou, die Pokémon, die had er van mij echt in gemoeten, maar die is er niet in. En ik zie hier allemaal nieuwe Pokémonies, volgens mij. Ik zie hier een of ander kwapje. Wat is dit voor kwapje? Kijk nou. Huh? Zijn neus lijkt op een bil. Wie is dit? Het is Snom. En Snom is al level 40. Freaking Snom. Hoe ben jij al level 40 gewoon, jongen? Ik weet het niet, man. Dit is wel een beetje een aparte Pokémon, hoor. Oh, ik sloop hem ook gewoon echt in één keer. Ik dacht, misschien ga ik hem vangen. Maar nee, ik ga hem niet vangen. Toxtricity is wel gelijk een level omhoog. Krijg je echt weinig XP bij deze Pokémon? Maar Pokémon die ik echt mis in deze game. Ja, natuurlijk. Scyther mis ik heel erg in deze game. Want Scyther is mijn favoriete Pokémon van alle Pokémon. Dus die mis ik natuurlijk best wel erg. En ik mis ook Talonflame. Ik vind Talonflame super tof. Ik hou van Talonflame. Is ook een van mijn favorieten. En ook Salamence. Mijn favoriete draak zit niet in deze game. Dus die drie, die mis ik echt heel erg. En ik ben heel erg benieuwd, welke Pokémon missen jullie nou echt heel erg? Nou kan ik heel erg mijn best gaan doen om Snom te vangen. Maar ik snap niet zo goed waarom. Want ik ga Snom toch niet in mijn team doen. Ik vind het een beetje een gekke Pokémon. Dus ik kan net zo goed gewoon lekker doorlopen. En eens even kijken wat deze meneer politieagent heeft. Hallo meneer politieagent toe. Hallo Bobby. Arcanine. Awesome. Meestal hebben politieagenten inderdaad Growlithe en Arcanines in deze games. Dan moeten we even Dark Pulse doen, denk ik. Die Arcanine is een level 37. Is nog een lager level dan die Snom. Hoe dan? Hij gaat even lekker blaffen. En zo is Grimmsnarl eruit gegooid en moet Toxtricity nu even de battle overnemen. En die krijgt gelijk hagel op zijn bakkes. Arcanine ook. Dan ga ik even discharge, want die aanval is super sterk. Ik weet zeker, dit gaat Arcanine niet overleven. Nee, zie je? Hoppakee, jongen. Op je dikke bakkes. Grimmsnarl leveltje omhoog. Oh, en wij nog even last van de hagel. Wat heb je nou nog meer? Een boltunt. Ja, dan ga ik even swappen naar Colossal. Hallo, hondje. Hondje sneller. Ja, en die paralyze mij met zijn nuzzle aanval. Potverdikkie. Waarom moet je dat doen, jongen? Ah, ik kan ook niks doen nu. Ah, nog hagel op ons bak ook natuurlijk. Kom op. Ancient power. Ja, lekker. Nu wel. Ancient power op je bakkeroni. Maar hij is niet kapot, jongen. Oh, dan gaat hij weer even lopen blaffen. Nou ja, dan is Grimmsnarl weer back in business. Maar Boltuntje is bijna dood. We hoeven alleen nog maar zo te doen. Bloop. En dan is het gewoon klaar met Boltunt. Dus Grimmsnarl, bloop hem even. Ah, waarom is die Boltunt zo snel met zijn nuzzle aanvalletjes? Nee, ik ben weer paralyzed. Hou op, dit duurt veel te lang. Als Boltunt nog één keer een hageltje op zijn bakjes krijgt, dan is het klaar. Gaat hij weer lopen blaffen? Je wil gewoon heel mijn team paralyzen of zo. Is dat het waar je mee bezig bent? Ah, maakt hem zich niet uit, want nu krijg je hageltje op je bakjes. Zie je? Plup! Door de hagel en hij is kapot. Later. En Colossal gaat een level omhoog. En Bobby is verslagen, maar hij vindt niet zo erg zo te zien. Yo, en dan komen we aan in de volgende stad. Oh, wat is dit dan? Wat staat daar voor Pokémon? Die is vet. En wat is dit? Dit is een sneeuwdorp. Oké, dit is cool. Is het ook een sneeuwgym dan in dit dorp? Is het sneeuw of is dit rock? Hey, volgens mij is het rock. Susushino. Yo, dit is Darumaka. Dit is Galarian Darumaka. Dat vind ik vet. Ik hou van Darumaka. Vind ik een leuke Pokémon niet. Ik wou al zeggen, ik mis Darumaka in Pokémon Sword and Shield. Hey, zo favoriet is die niet. Maar ik heb wel een keer een Darmanitan naar level 100 getraind in Pokémon White. Dus, weet je? Ik heb wel memories gewoon met Darumaka en Darmanitan. En het is best wel cool dat die nu ook een Galar-vorm hebben. Vind ik vet. Alright, wat gaan we hier allemaal doen in dit stadje, jongens? Gaan we gewoon gelijk op zoek naar de gym? Of wat is hier? Wat is hier allemaal gaande? Oeh, dit ziet er wel cool uit. Dit is gewoon een spa. Dit is een heet waterbad, zo te zien. Kijk, die karkel. Die staat hier gewoon dit, denk ik, te verwarmen of zo. Oh, kijk, die emmertje. Hoppakee, Icicle Spear. Oh, wat een chill muziekje ook trouwens. Beetje rustgevend pianomuziekje. Ja, vind ik wel vet. Klinkt echt best wel goed eigenlijk. The strongest dragon type move is called Draco Meteor. Do you want me to teach the move to your Pokémon? Ik heb geen Pokémon die het kan leren. Ik heb helemaal geen draak-Pokémon. Ik wil ook een draak-Pokémon. Draak-Pokémon zijn zo goed, altijd. Als je een draak-Pokémon in je team kan doen, moet je het eigenlijk gewoon doen. Gaan we gewoon gelijk naar de gym? Zou ik sterk genoeg zijn voor deze gym, jongens? Oh, hallo, hou. Hou, hop. Ik vind ze wel op elkaar lijken. Hou en hop. Ze zijn allebei zo...
zijn zo stuiterballerig enthousiast, die gasten. De Rock Leaders League Card. Ja, zie je, dit is een rock-type gym. Ja, dan moet ik gewoon Rillaboom gaan gebruiken. Doei, Hoppie. Doe, hou even de groetjes van me. En hallo, Ball Guy. Wat heb je hier voor bal voor mij dan? Je hebt nu een Moonball. En die kan je gebruiken om een Pokémon te vangen die door een Moonstone evolueert. Cool. Ik hoop dat dat lukt dan, want het is wel een bijzondere bal. Oké, we gaan dus Rillaboom even op de eerste plek zetten. We kunnen ook Surf Edge gebruiken. En we zouden ook Persicker kunnen gebruiken trouwens. Zullen we dat doen? Gaan we Persicker gewoon even testen? Nou, dit is wel een gym die moet lukken. Ik heb 3 Pokémon hier met super effective moves. Dat zijn Persicker, Rillaboom en Surf Edge. Dit is wel een gym die ons moet lukken hoor. Hey. Kom op, let's go. We gaan het gewoon gelijk doen. Ik ben helemaal ready. Make sure to receive the trap detector up ahead. Oh, we moeten een vallen detector. Die moeten we even pakken en dan moeten we door deze gym heen. Oké, laten we het doen. Ik ben benieuwd wat dit voor gym missie is. In ieder geval het steentype gym. En daar gaan we. Oké, het ziet er goed uit. Hallo. Oh, kijk, ik heb hem in mijn handen. Een soort van metaaldetector ding. Maar dan voor vallen, blijkbaar. Wil je de details horen van deze gym? Nou, je hebt die dingen in je handen. En de reden waarom je die in je handen hebt is simpel. Er zijn onzichtbare gaten hier in de grond. Als je in zo'n gat valt, dan moet je overnieuw beginnen. En de detector begint te trillen als er zo'n gat voor je ligt. Hoe sterker de trilling, hoe dichter bij het gat. Nou, oké, top. Gaan we doen. Eens even kijken waar we naartoe... Oké, ik voel hem nu inderdaad al trillen. Oh ja, kijk, dit dus. Woep, dit ging niet helemaal lekker. Moet ik dan via deze kant? Ja, ik kan via hier en dan... Ja? Kan ik nu naar boven? Ik kan hier naar boven. Let's go! Eerste battle in de Steen Gym. Trainer Abigail gooit een Boldor. Hallo, Boldor. Nou ben ik echt onwijs benieuwd hoe goed mijn Persicker is, jongens. Dit is eigenlijk de allereerste echte test voor Persicker. Persicker kent Iron Head. Is ook de enige steel move die hij op dit... Oh, op dit moment kent. Maar hij one-shot gewoon Boldor. Kijk eens, man. Lekker gedaan, Persicker. Je gaat gelijk naar level 42. Je wilt Slash leren. Is weer een normal attack, trouwens. Maar ja, oké. Prima. Ik zou nog wel een betere steel type move willen leren met Persicker. Maar dit ging in ieder geval soepel. Nu moet ik alleen nog even mijn weg zien te vinden daar. Oh, nee. Kan ik via deze kant? Kan ik zo? Ja. Oké, yes. Oké, we zijn er. Dat was het eerste stukje. En oké, nu zien we dus waar al die gaten zaten inderdaad. Door naar het stukje nummer 2. Dit ziet er al iets groter uit. Kan ik hier gewoon rechtdoor? Ik kan hier gewoon rechtdoor. Kan ik hier ook rechtdoor? Ik kan hier niet rechtdoor. Kan ik hier naar links? Kan ik hier... Oh, wacht even. Zo? Ja, lekker. Oké, nice. En dan mag Persicker zich gaan bewijzen in de tweede battle, jongens. Orbeedo is uit mijn team. Het doet me nog steeds een beetje pijn. Maar als Persicker het zo goed blijft doen, dan hoor je mij niet klagen. Ondertussen moeten we tegen Crustle. Die hebben we al een keer eerder gebattled. En Iron Head is natuurlijk super effective op Crustle. En die slopen we ook in één keer. Wat is een Persicker, jongen? Wat? Super nice. Zo, deze battles gaan een partijtje snel zo. Lekker, man. Oké, dan moeten we nu... Waar moeten we nu naartoe? Kan ik hier langs? Nee, zo? Kan ik zo? Ja, top. Nou, dan moeten we ongetwijfeld ook met deze guy gaan battelen. Met zijn mooie petje op. Ik wil ook zo'n pet. Zo'n zwarte pet met zo'n... steentype gym badge-achtig geval. Die wil ik ook. Ik heb al een flinke verzameling petten, maar die wil ik hebben. Oké, Karkoel. Daar moeten we voor oppassen, want Karkoel kent natuurlijk ook fire-type attacks. Iron Head is ook niet super effective, omdat hij dus ook een fire-type is. Ja, dit dacht ik al. Oh, hij doet Stealth Rock. Hebben we een partijtje geluk? Want als hij een vuur-type move zou doen, dan zouden we echt een probleempje hebben. Hij doet Stealth Rock, terwijl hij de enige Pokémon is in zijn team. Nou, vind ik een beetje gekke beslissing. Niet zo'n hele goede trainer dit, jongen. Ik denk dat jullie dit allemaal beter zouden doen. Rillaboom gaat een level omhoog. Dan hebben we ook Oliver verslagen. Ze zijn wel heel erg fan van de gymleader. Dat is Gordy in deze gym. Even de weg zoeken hoor. Ja, dit gaat zo te zien goed. En dan bovenlang. Oh, no. Het ging bijna helemaal goed. Maar bijna helemaal goed is net niet goed genoeg. Moet ik dan zo en dan via... Ja, oké, dit is hem. Zijn we toch wel weer even één keer in een gaatje gevallen, hè? Maar op zich, er zaten ook wel behoorlijk wat gaten ook, zeg. Man. Oké, let's go. Door naar het volgende stuk. Hallo? Ik zie niks. Hoe moet ik nou weten waar ik naartoe moet? Ja, daarvoor heb ik natuurlijk dat ding in mijn handen, maar... Kan ik via deze kant naar boven? Ja, dat kan. En dan kan ik nu hier naartoe en dan... Volgens mij ben ik op het eerste platform nu. Ja, ik ben op de eerste platform en er zit gelijk een platform aan. En volgens mij staat hier ook iemand. Eens even kijken hoor. Ja, daar staat iemand. Laten we battelen, want ik wil die XP hebben. Alles gaat zo makkelijk met Persicker, dus ik wil gewoon alle battles doen hier. Soedewoedoe! Het stilstaande boompje. Alleen zijn ogen bewegen. Zie je het? Hij beweegt alleen zijn ogen.
Ja, sorry Studio Woede. Oh, maar jij hebt zeker Sturdy. Dat dacht ik al. Sturdy zorgt ervoor, als dat je ability is, dan hou je altijd 1 HP over. Dan word je nooit gewoneshot tijdens de eerste beurt. Dus dat is wel heel erg nice. Maar hij kan hem wel flinch. Dus ja, hij kon alsnog niks doen. Terwijl dan ook Surfetch weer een leveltje omhoog gaan naar level 41. En dan hebben we Wendy ook al verslagen. Persiker is wel ziek goed, jongen. Man, ik ben super fan van Persiker. Gewoon nu al. Dus even kijken waar ik nu naartoe moet, jongens. Kan ik deze kant op? Ja, ik kan hier omheen. Kan ik hier naartoe naar links? Ik wil even nu een klein beetje voorzichtig doen, denk ik. Ik kan hier naartoe. Moet ik weer via links? Even kijken hoor. Ik kan hier naar boven. Ja, hier is het volgende platform. Oh, nice. Dan zijn we er. Nice. Oké, ik kan sowieso niet rechtdoor, denk ik. Ik denk dat ik sowieso via deze kant moest. Oh, dit ging nog best wel soepel. Ondanks dat het helemaal mistig was hier, hebben we dit toch best wel snel gedaan. En er stond ook maar 1 trainer. Ik had wel verwacht dat er meer trainers zouden staan eigenlijk. En dan gaan we hier al voor onze 6e badge, jongens. We gaan keihard. En ik ga dit gewoon inderdaad proberen met Persiker. Ik heb er wel zin in. Ik heb vertrouwen in Persiker. En dan hoop ik alleen niet dat hij een kolossal heeft. Of andere Pokémon die allemaal gekke vuurtype moves kunnen, want dan hebben we wel een probleem. Dan hebben we namelijk ook niks aan Rillaboom. Maar dan moet echt Surfetch het eigenlijk gaan doen. Yo, Gordy. Volgens mij voelt Gordy zich wel tof hoor. Kijk hem met zijn zonnebril en zijn swag. Kettinkie hier zo. Zijn korte broekie, fancy guy, mooie haartjes, alles. Hij zegt, ja, ik moet toegeven dat ik me een beetje slecht voel dat ik dit aan ga doen bij een gym challenger. Maar ik ga deze wedstrijd gebruiken om het publiek te laten zien dat mijn Pokémon niet te verslaan zijn. Dus laten we dit gaan doen, challenger. Oh, hij doet echt stoer, jongen, deze man. Ik wil hem zo graag een poepie laten ruiken. Gordy doet echt super stoer. Jij gaat jouw publiek dus nu entertainen. Dat is het doel van deze match voor jou. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, vriend. Gooit een barbecue. Go, Persiker! Welk level zijn zijn Pokémon? Daar ben ik allereerst heel erg benieuwd naar. Level 40. Nou, dat kan je hebben. Ik heb vertrouwen in je Persiker. Oké, hij begint met Razor Shell. Die doet gelijk al best wel pijn, jongens. Mijn defense gaat ook naar beneden. Dan hoop ik dat ik hem gewoon one-shot. Ik ga hem niet one-shotten. Oké. Dit wordt een serieuze battle. Hij doet Shell Smash. Daarmee boost hij zijn defense en zijn special defense. En ook zijn attack en special attack. En zijn speed. Dus nu moeten we op gaan passen. Dan ga ik hem denk ik nu niet verslaan. Ik ga hem wel verslaan. Lekker, Persiker. 1300 XP erbij. Doe je goed. Met wie krijgen we nu te maken? Shuckle. Ja, die kunnen we ook hebben, toch? Persiker, dat kan jij. Die Shuckle, die kan je sowieso verslaan. Ja, dit gaat goed. Dit gaat helemaal goed komen. Shuckle is geen match voor jou. Heel goed gedaan, Persiker. Dan heeft hij nog 2 Pokémon over. Persiker gaat een level omhoog. En Toxtricity ook een leveltje omhoog. Ik ben heel benieuwd wat dit voor Pokémon is. Een Stonjourner. Go, Rillaboom. Sowieso Stonjourner een Gen 8 Pokémon. Een Galar Pokémon. Wow, oké. Een stapeltje stenen. Die lijkt op Melmetal eigenlijk, maar dan van steen. Laten we zien wat we daartegen kunnen doen. Drum beating. Let's go, Rillaboom. Bap. Dit is geen one shot. Oké, wat gaat Stonjourner dan doen? Die gooit Rock Tomb. Dat is helemaal prima. Vind ik helemaal goed. Dan gooi ik nog een keer Drum Beating. En dan is het sowieso klaar met Stonjourner. Bam. 3 down. Nog 1 te gaan. Jij wou je publiek laten zien dat je de shit bent. En dat ga je doen met Colossal. Maar goed dat ik mijn Surfetch heb, jongens. Want Persiker en Rillaboom zouden het allebei heel erg moeilijk gaan krijgen tegen Colossal. Die worden natuurlijk super effective door Colossal. Maar daarvoor hebben we Surfetch. Dynamax Surfetch. Max Knuckle. Ben ik sneller? Ik ben sneller. Nice. Het publiek gaat los. Die hebben ook wel zin om mijn Surfetch te zien. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang die prei van Surfetch nu wordt, jongen. Die prei is al knetterlang. En als ik gedynamax ben, dan is het helemaal sick. Alright, Gordy. Ja, Gigantamax. Oh, je hebt zelf een Gigantamax Colossal. Oké, nou ben ik benieuwd hoe die eruit ziet. Want mijn Colossal kan niet Gigantamaxen. Oh. Die is wel heel dope. Die is wel vet, zeg. Holy crap. Wat een beest, jongen. Oké, Max Knuckle. Op zijn bakkes. Oké, dat ging niet super hard. Ik heb sowieso 3 keer nodig, denk ik. Alhoewel, mijn attack gaat nu omhoog. Dus dat mijn attack omhoog gaat, dat is top. Hij doet Max Flare. Hij heeft er zo te zien ook 3 nodig om mij te verslaan. Of gaat het nu lukken, omdat mijn attack dus al omhoog is? Gaat het lukken in 2 pogingen? Dat zou super chill zijn. En het lukt. Colossal is down. En we hebben onze 6e gym badge van Gordy. Gordy die in het begin heel stoer deed en zei van, ik ga mijn publiek laten zien dat mijn Pokémon onverslaanbaar zijn. Hey, B deed ook niet zo stoer. En B lukte het wel om mij te verslaan. Dus B is veel toffer dan jij, Gordy. Jonge. Grimmsnarl gaat nog naar level 45. En Surfetch heeft het geflikt. Samen met Persiker en Rillaboom hebben we deze badge gepakt, jongens. Yo, nice. Kijk hem. Ja, nu schaam je, hè? Ja. Hij zegt, ja, ik wil gewoon in een gaatje gaan zitten.
Woeps. Ik bedoel, ik wil in een hoekje gaan staan. Dat is de correcte Nederlandse vertaling. Ja, Gordy. Wat denken jij, vriend? Wat denken jij? Jij denken ik ben slappe man. Maar geef me maar gewoon die rock badge. En dan kan ik snel door naar de volgende stad. Voor de 7e badge, jongens. Bam! De rock badge is in the pocket. Gordy zegt, ah, maak je geen zorgen over mij. Ik moet gewoon harder trainen. Dat is het. Dat denk ik ook, Gordy, dat je wat harder moet gaan trainen. Lekker gedaan, hoor. Oh, en hier staat Sonja weer op ons te wachten. En die zegt, de battle was geniaal. Het is een goede gymleader, maar je had er geen probleem mee. Curchester heeft een aantal hele goede restaurants. Ik wil met je praten over een paar dingen. En dan kunnen we gelijk je overwinning vieren. We gaan even naar het restaurant Bob's Your Uncle. Top, laten we gaan. Kijk die Darumaka hier. Die Darumaka is zo awesome. Yeah, Sonja. Oh, check die cent. Scorch daar, jongen. Scentiscorch, echt een vette Pokémon. Vind ik een van de tofste van de nieuwe generatie. Hop zegt, hey, je hebt de gym badge. Nice gedaan. En Sonja zegt, hey, jullie zijn hier allebei. Nou, laten we lekker wat gaan eten. Sonja zoekt nog steeds informatie over de Darkest Day en de zwaard- en schild Pokémon. En ziet hier opeens dit ding hangen. Wacht, kijk! Ze hebben allebei een kaars vast. En het is een soort van altaar. Sonja zegt dat helden er een beetje sip uitzien. En waar zijn het zwaard en het schild? Wat is de bedoeling van dit plaatje? Is het een soort van ziel, een soort van verzegeling. Sonja zegt, ja, dat zou kunnen. Maar misschien zijn ze gewoon aan het slapen of zo. Hop zegt, gebaseerd op die beelden die we zagen in Stow On Sight. Het zwaard en het schild zijn twee Pokémon, toch? Ja, en Sonja denkt, volgens mij wel. Volgens mij zijn het zwaard en het schild Pokémon. En Hop zegt van, weet je nog, in dat bos. Kan het zijn dat we een van die twee hebben gezien? En Sonja zegt, wat hebben je ze gezien? Ja, we hebben ze gezien in de Slumbering Wild. Weet je nog, helemaal aan het begin van de game. Die Pokémon rende weg in de mist. En dat had het kunnen zijn. En Sonja zegt, oh ja, ja, dat was in Slumbering Wild. Je hebt gelijk. En Sonja die begint behoorlijk wat plezier te krijgen in de avontuurtje. Kijk eens. Nou, ze is helemaal blij. We gaan even lekker happy eten. Fascinerend, zegt Sonja. Oké, het volgende wat we doen is gewoon even rondkijken in Curchester. We gaan naar de Heroes Bath. Dat is volgens mij waar ik net ook geweest ben. Ja, precies. Dat stukje daar. Een soort van spa. Iedereen kan daar lekker chillen in warm water, volgens mij. Het bad van de helden. Er wordt gezegd dat dit de plek is waar de twee helden kwamen om hun wonden te laten helen toen ze terugkwamen van hun strijd. En nu gebruiken alleen Pokémon eigenlijk dit bad nog maar. Maar wie waren die helden dan precies die hier hebben gebadderd? Sonja gaat even onderzoek doen. Sonja zegt ook, jullie hebben een mysterieuze Pokémon ontmoet in de Slumbering Wild. Misschien kunnen jullie twee de nieuwe helden worden. En Hop zegt, ja, zo een paar helden die met een zwaard en een schild gaan lopen slingeren. Oh, Hop wil gelijk weer battelen. Die heeft het over een zwaard en een schild. En dan moeten we gelijk weer battelen. Laten we het doen, jongen. Kom maar op, Hoppie. Daar is hij weer. Hij is er weer helemaal klaar voor. Ben benieuwd. Hij komt weer met een dubbel. Dat is wel echt... Het is een geniale Pokémon. Maar ja, weet je, mijn Persecutor is ook geniaal. Hebben we die dubbel nog niet gezien in deze game trouwens? Volgens mij niet. Zien we dubbel nu voor het eerst? Ik heb dubbel in ieder geval wel al op andere plekken gezien. Ik vind hem echt super lachen. Super toffe evaluatie van Wooloo. Ja, Wooloo is echt wel een fanfavorite geworden voor mij hoor. Echt heel leuk. Maar ja, hij is wel al gelijk verslagen. En Surfetch en Colossal zijn allebei een level 10 omhoog. Dan wil hij Inteleon eruit gaan gooien. En Inteleon, dat is de eindevolutie van Sobble. Dus ja, hier is mijn Rillaboom voor jou. En daar is Inteleon. Kijk hem. Ja, die blijft tof. Hij is zo dun ook gewoon, hè? Kijk hoe dun die is, die Inteleon. Hoe vaker ik hem zie, hoe toffer ik hem eigenlijk toch wel vind. Volgens mij kan die trouwens ook vliegen of zo. Zie je die gele dingetjes hier zo? Volgens mij zijn dat soort van vleugels. Rillaboom is natuurlijk wel veel te sterk. Wie gooi je er als volgende uit? De volgende Pokémon is Corviknight. En Corviknight is een prooi voor Colossal. Corviknight die we natuurlijk ook hebben gezien in de trailers. En zo vet. Corviknight is wel echt een van de toffere vogel-Pokémon die er bestaan. Corviknight is echt wel een... Dikke baas. Sowieso is dat denk ik ook wel een favorietje van de mensen die lijstjes gaan maken straks van hun favoriete Gen 8 Pokémon. Corviknight staat daar sowieso wel hoog in, denk ik hoor. Oh, je gaat ook een Hyper Potion gebruiken op Corviknight. Ook die ogen trouwens, hè? Zie die ogen. Echt zo vuurrood, jongen. Ziet er super evil uit, maar dit is wel de Pokémon die gewoon mensen vervoert, hè, in de Galar-regio. Hop zegt, steady on, partner. Die pijn voelde ik ook, maar ja, de hagel maakt die Corviknight toch kapot. Hop, sorry. Daar had je ook even rekening mee moeten houden. Als laatste gooit die pin Churchin eruit. Wat is deze, man? Wat is dit voor gekke stekel-Pokémon? Die heeft dezelfde neusje als Smop. Zie je? Ook zo'n konthoofd heeft die.
Oh, auw, dit doet wel pijn. Hij kent gewoon water-type moves. Dat is niet chill, jongens. In dat geval moet ik toch echt even gaan wisselen. Rillaboom! Hele gekke Pokémon dit. Het lijkt wel een beetje op een Pyukumuku-evolutie of zo. Als ze tegen mij hadden gezegd van dit is de Galar-versie van Pyukumuku, dan had ik het ook gewoon geloofd, hoor. Ik vind hem daar best wel op lijken, eigenlijk. En is hij dan ook niet bestand tegen grasmoves? Nou, het is geen eens super effective. Doei, Pinchurchin! Hop heeft wel allemaal gekke nieuwe Pokémon, jongen. Je bent goed bezig, Hoppie. Je hebt er gewoon nog één. Je hebt nog een Snorlax ook. Surfage! Pak Snorlax! En Brick breaks zijn hoofd. Ah, net niet gewoon shot. Ja, dan krijg je nu een body slam op je bakken, Surfage. Ja, daar kon je op wachten, hè. Zijn we ook natuurlijk geparalyzed, ja. En de hagel... Pak Snorlax net niet. Hij heeft echt 1 HP over. Nog een body slam. Die overleven we. Ik ben paralyzed. Maar ja, Snorlax gaat toch kapot door de hagel. Hoppa, en dan hebben we gewoon gewonnen. En dan hebben we Hoppie toch weer een lesje geleerd, jongens. Arme Hop. Hij wint nooit. Maar hij denkt wel dat hij het licht begint te zien. Dat zegt hij. Zo, je zegt dankjewel. Dat was echt een mooie battle. Als jullie zo door blijven gaan, dan zou Leon ook wel eens in de problemen kunnen komen. Wat gaan jullie nu doen? Sonja gaat naar de Slumbering Wild en Hop gaat door naar de volgende gym, naar Spike Mouth. Ja, en dat is dan de plek waar ik ook naartoe ga. Laten we ook nog eventjes in dit hotel gaan kijken. Oh, kijk die Noibat. Noibat is zo cute. Kijk, Umbreon. I love Umbreon. Umbreon is een van mijn favoriete Pokémon die gelukkig wel in deze game zit, jongens. Oh, wow, 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 wow. Wat is hier gaande? Wie ben jij? Nadat ik hier allemaal doorheen ben gegaan, ga jij hier niet een probleem van maken. Wat is jouw probleem, vriend? Doe eens even rustig. Hij gaat zichzelf even introduceren. Hij is Houses. De beste detective van de wereld, blijkbaar. En er is iets verschrikkelijks gebeurd. Namelijk... Oh, iemand heeft berries gegeten in de lobby. Oh. Deze 3 mensen zouden het gedaan kunnen hebben. Jongen, hou je even met wat anders bezig, joh. Wij moeten ze assistent worden. En wij moeten ze allemaal ondervragen. Hij mag geen berries meer eten van de dokter, zegt hij. En het kindje zegt ook, ja, ik heb ze echt niet gegeten, maar heb je misschien een Pokémon gezien hier in de buurt? Zij zegt, oh ja, je balen dat je hier ook mee te maken krijgt, maar ik kan niet eens zoveel berries op. Oh, jij was de boosdoener. Hè? Jij hebt die berries gegeten. En dat is een Pokémon van dat kleine jochie. Jij hebt sowieso die berries gegeten. Er zit ook een beetje berry juice op zijn mond, zegt hij. Houses die zegt, nou, ik heb naar iedereen geluisterd en nu weet ik wie het is. De danser? Waarom zou zij het gedaan hebben? Gast, het was die Pokémon. Deze, hier. De Pokémon van dat jongetje, natuurlijk, man. Hier, dat jongetje zegt ook, ja, er zitten allemaal van die restjes berry om zijn mond heen. Jongen, jongen, wat een waardeloze detective ben jij, vriend. Houses. Nou, we krijgen wel iets van hem. En dat is een white. Lands. Nou, doei Houses. Ik ben echt een waardeloze detective. Oh, wel super cute deze Pokémon. Met zijn dikke waggetjes. Oké, wat is er nog meer in dit hotel? Hier een of andere backpacker. Oh, we krijgen nog een TM van hem. Dankjewel, Screech. Oh, daar hebben we echt helemaal niks aan. Maar oké, toch bedankt. Doei, doei. Later. Hier naar boven. Gaan we even in deze kamer. What? Krijgen we nu nog een TM? Fake tears. Ja, dat hebben we ook niks aan, maar oké. Okay. Bedankt voor al die TM's waar ik niks aan heb, hoor. Maar kijk al die Pikachu's hier. Hallo, Pikachu. Hierna heb je aan de overkant nog een hotel. Blijkbaar is dit wel een plekje waar heel veel toeristen samenkomen, jongens. Hallo. Oh, we moeten naar deze als ze de kampioen hebben verslagen. Oké. Okay. Deze meneer vraagt, hou je van Pokémon? Ja, natuurlijk hou ik van Pokémon. Voor de rest niks? Nou, oké, okay, doei. Gaan we even kijken wat er in het eerste deurtje gaande is. Deze mevrouw is gewoon Pokémon Go aan het spelen. Kijk, ze zegt ook, en go. Oh, ik mis alweer. Het is moeilijker dan het lijkt om ze te vangen. Ik ben de director. Als ik mijn Pokédex compleet heb, dan moeten we blijkbaar naar hem toe. Oh nee, we krijgen nu een catching charm. Oeh, oké. Okay. Daarmee hebben we een grotere kans dat we critical catches maken. Dus die wil je wel hebben. Die wil je echt even gaan pakken als je toch in deze stad bent. Nou, even kijken wat nog in die andere kamer zit. Deze 2 gasten hier, hebben jullie nog wat van mij? Nee, niks. Dan nog even naar deze kamer. Hallo. Mijn partner is een germofoob. Geen idee wat een germofoob is, jongens. Ik heb ook een beetje het gevoel dat ik niet wil weten wat een germofoob is. Anyway, dat was het denk ik wat betreft deze stad. We gaan door naar de volgende stad. Dat is deze kant op. En hier gaan we waarschijnlijk weer allemaal nieuwe Pokémon tegenkomen. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op dit kanaaltje van Nintendo en Pokémon houdt. En help me naar de 25.000 abonnees. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickettune. Zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!